Medewerkers van het staatsmijnbouwbedrijf Grasalco hebben zowel bij de regering als bij DNA aandacht gevraagd voor de nijpende financiële situatie binnen het bedrijf. Er is een petitie aangeboden aan DNA-voorzitter Marinus B. Jamil Oederij Singh Pharma, medewerker bij Grasalco, las de brief voor. Hij haalde aan dat de financiële achteruitgang van Grasalco sinds 2019 zichtbaar werd. Op 11 oktober 2019 heeft de voormalige regering via een missive aan de directie medegedeeld dat de resterende 20% royalties die de onderneming rechtmatig ontving uit de delfstoffenovereenkomst met multinational Rosebel Gold Mines tot 2034 een andere bestemming heeft. Door deze maatregel raakte Grasalco gelijk haar investeringskapitaal kwijt. Wat het bedrijf in grote financiële problemen bracht, operaties, investeringen, projecten en andere activiteiten om de onderneming verder tot ontwikkeling te brengen, moest de noodgedwongen per direct aan hold worden gezet of verschoven. De gevolgen van deze voor het personeel onbegrijpelijke maatregelen zijn zichtbaarder dan ooit. Dat uit zich onder meer in het volgende. Sinds het laatste kwartaal van 2021 worden salarissen op sommige maanden later uitbetaald dan gepland. Gelden waar het personeel wettelijk aansprakelijk op heeft, worden niet op tijd gestort of worden niet gestort. De medische kosten zijn na enkele maanden niet gedekt en moeten de medewerkers voor behandeling bij de arts of medicamenten het geld zelf voorschieten. Volgens hem kampt het bedrijf met diverse problemen. De organisatie heeft voldoende tegoeden om structureel haar eigen groei ter hand te nemen. De tegoeden liggen opgeslagen in goud bij de Royal Canadian Mint in Canada. Deze vertegenwoordigen momenteel een bedrag van boven de $20 miljoen. Royalties ontvangsten aan het staatsmijnbouwbedrijf is geregeld in het delfstoffenovereenkomst onder het hoofdstuk royalties en betalingen aan Grasalco. Deze overeenkomst is in 1994 gesloten tussen de staat Suriname, IAM Gold Rosebel Goldmans en Grasalco en tot wet verheven in de Nationale Assemblée. Voorts hebben wij begrepen dat Grasalco nog achterstallige royalties moet ontvangen van de staat tot een bedrag van $500 bij de Centrale Bank van Suriname. $500,000. Wij medewerkers van Grasalco NV vragen ons in gemoede af waarom de regering bedoelde missieve niet vernietigt. Ondanks duidelijk is dat de gevolgen van deze maatregel desastreus zijn voor het staatsmijnbouwbedrijf. Voorts kan het bedrijf goed gebruik maken van de tegoeden die in Canada liggen. Hierdoor zakt de onderneming steeds dieper in de financiële dal. Dit kunnen wij, het personeel van NV Grasalco, niet langer met leden ogen aanzien. Nog steeds wacht de directie op een vervolguitnodiging van de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie de Tendrika Prasad Santokhi, om het op zijn verzoek aangepaste herstel- en investeringsplan 2022-2026 van de onderneming met bijbehorende begroting te presenteren. De plannen zijn volgens de directie een blauwdruk hoe NV Grasalco uit het financiële dal te halen en het bedrijf te positioneren op het pad van groei. De documenten liggen al maanden bij het staatshoofd en bij andere regeringsfunctionarissen. De medewerkers vragen aan DNA om deze kwestie in een openbare vergadering te bespreken. Hij heeft gevraagd om een openbare vergadering hiervoor uit te schrijven. Ik weet niet of dat een wijs besluit is. Want we willen middels dialoog de zaak oplossen. En een openbare vergadering kan beide kanten opgaan. Ja? Dus misschien moeten we de zaak zeer geduldig naar kijken. De regering vragen, zoals verwoord in je petitie, en uw petitie, dat serieus gekeken wordt naar de kwestie van Grasalco. We hebben zeer recent een uitnodiging gehad hier om een bezoek te brengen aan het bedrijf. De vaste commissie van NH samen met onze grievenpersoneel is al bezig dat uit te werken. Omdat voor ons een staatsbedrijf heel belangrijk is. Het geheel trok daarna naar het kabinet van de president en vervolgens naar het kabinet van de vicepresident. Ik heb nu duidelijk aan de president gezegd van, als dat ook, dan zeg ik ook geen subsidie heb. Dat ook is je eigen geld. Dus maar dat gaat gebeuren, woensdag is er een topoverleg over wat we met Grasalco gaan doen.
geld wat DeSalvo in Canada heeft, moeten we aanwijzen voor het bedrijf. Je kan niet werken met kapotte machines, die machines zijn niet meer goed. Dat we een nieuwe aanschaffen, dat kan DeSalvo zichzelf. Waardoor DeSalvo zichzelf gaat gebruiken. Ik heb de president ook gezegd dat ik vanaf nadat ik me kan voorstellen, dat ik ook DeSalvo kan begeleiden. Ik ook DeSalvo elke dag. Elke keer dat ik dat begeleid, zodat ik precies weet wat daar gebeurt. Maar die ondersteuning van DeSalvo zelf moet ik krijgen. Dus jullie moeten bang zijn, woensdag, morgen is een vrijdag, maar woensdagmiddag is er een echt gesprek wat met DeSalvo gaat gebeuren. Dat is DeSalvo in potentie. We kunnen zelf draaien. Als we al die jaren zo goed kunnen draaien en nu, DeSalvo, ik ga het niet eens gebruiken. Dus dat gaan we niet toestaan.